Dit is St. Patrick's Day. Dat is een Iers feest. En er komt onder andere whisky rij, green bier en nou ja, heel veel Ierse gezelligheid. Dus, goed. Ja, zeker. Ja. Drink zelf wel eens whisky? Af en toe, niet te vaak, maar af en toe. En dan Iers, Scotch? Of, of... Nee, meestal Jack Daniels. Hoe ben je erbij gekomen om St. Patrick's Day hier te vieren in Leoud? Ja, nou, we doen het eigenlijk al zeven jaar. Eerst in samenwerking met uh, Romein. En nu met neushoorn en uh, het gaat elk jaar heel goed, dus gewoon weer. Wat weer de er Sorry? Gewoon een feestje? Of, of, uh, um, of, of hebben we hier bloed toevallig? Nee, 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 nee. Gewoon, we willen de internationale studenten ook uh, een feestje aanbieden. En daarom, ja, hier. Ja, het is een grote dag in Ierland, hè? Ja, ja, het is echt, uh, nou ja, wij hadden, het uh, keningsdijen. So hadden wij natuurlijk de oranje ziekte. Yeah. En so zij een beetje de groene ziekte, want alles goed in het groen, de hele rivier wordt zelfs groen. Dus uh, ja, het is echt heel grut daar. Het is heel mooi, in de Gracht. Nu al komen Jiriliaan. Ja, de Prinsengracht. Er is wel een mooie stunt ja? Ja. Ja. Uh, Ik hoor het affiche even nog heen, van de mensen die er nou beeld bij hebben. En hoor je de herhaling maar even zien. Uh, wat game al je dwaan? doen? Is, is het alleen maar whisky soep? Dan kom nee. ik. Ja, uh... Nee, nee. Uh, er komen twee DJ's: um, een internationale DJ en uh, DJ Ruiz. Uh, en daarnaast komt er ook een, uh, een Nederlandse volk -punk band, uh, Circle J. En uh, nou, ja, die kan natuurlijk helemaal op zijn kop zetten. Dat is echt, die stond vol energie op het podium, dus dat werd heel leuk. Heel Neushoorn, of doe je hem in zaal of voor een deel? Ja, één zaal, de Arena, en daar kunnen ongeveer 350 man in, dus het uh, wordt een groot feest, denk ik. Ja, precies. En, en hier zijn hapjes en alles in het groen, of hoe vier je hem daarmee? Nou, wel alles in het groen. Hier zijn uh, biertjes, maar geen uh, hapjes. Dat niet. Je in ijlond westel Nee, nog nooit. Nee. Prachtig land. Ja. Kindje mooi. Oh, ja. Waar organiseert het? Want het is in neushoorn, maar nevens mij zitten wat meer organisaties nog achter. Uh, ja, hè? wij organiseren het samen met uh, Leeuwarde Studiestad. Uh, Daar is analisten dus van. Dus uh, ja, dat hebben we samen oppakt en uh, samen georganiseerd. Je bent heel actief, hè, nevens mij. Ja, klopt. Ja, we organiseren heel veel dingen. En nou, dit is natuurlijk wel vooral voor de internationale studenten, dat we die echt bij Leeuwarden willen betrekken. En daarom ook werken we samen met, uh, met Neushoorn, omdat die natuurlijk ook een heel groot netwerk heeft. Ja, en prachtige zaal. En prachtige zalen, dus uh, gelijk een goede locatie natuurlijk. Ja. Oké, okay. vertel even, wanneer, hoe let, uh, entrée? zondje uh, Maart, uh, jouw en op Tongerstje. Uh, en entree is 4 euro. Ja. En Eltonie is welkom, of moet echt beslist student worden? Nee, iedereen is welkom. Ja. dus. Oké, okay, en Takamierwet is een mooie traditie natuurlijk. Ja, zeker. Ja, we houden het er zeker in. Dus. Uh... St. Patrick's Day, wordt Viert in Liao Net alleen voor de Ierse student, maar voor Elton in ieder geval. Sontje maart nogmaals in Neushoorn, Leeuwarden studiestad. Um, ben er nog leuke dingen? Komt het weekend voor de studiestad? Of... Nee, wij hebben niks dit Even rustig. Voor. Ja, even rustig. Okay. Proost, al ja. Hoe Hoe zij het op zijn eerste trouwens? Cheers. Yeah. Ja, cheers. cheers ja. 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 Oké, okay, dankjewel dames. Okay. Hartstikke leuk.